Eind november worden bij een woninginbraak in Nieuw-West onder meer twee auto's gestolen. Beide voertuigen worden enkele dagen later in de buurt teruggevonden. Eén auto in het water, achter de Schuitenhuisstraat. De andere auto brandend op een parkeerplaats aan de Langswater. Op bewakingsbeelden is te zien dat op 2 december rond 1 uur 's nachts twee mannen richting een parkeerplaats aan de Langswater lopen. Op de parkeerplaats zijn ze even met een auto bezig. Als een van de mannen dan iets op de auto gooit, volgt vrijwel direct een ontploffing. De auto brandt compleet uit. Een van de daders rent opnieuw langs een bewakingscamera. Twee dagen eerder werd de andere auto al gevonden, hier in het water achter de Schuitenhuisstraat, redelijk dicht bij de plek van de inbraak. Agenten gingen af op een melding van een auto die volgens een getuige door de buurt scheurde. Er kon ter plekke één verdachte worden ingerekend. Ja, en we zijn dus nog op zoek naar die andere twee verdachten die auto in de brand hebben gestoken. We hebben daar beelden van. Ze zijn niet duidelijk, maar we hopen toch dat mensen die jongens herkennen. Ze kunnen zelfs brandwonden hebben opgelopen, want bij het in brand steken van die auto zie je echt een enorme steekvlam ontstaan. Dus wellicht dat hun kleren zelfs geschroeid zijn geweest, of misschien zelfs wel hun gezicht. En dat kan natuurlijk ook opgevallen zijn.